Ik wist helemaal niet dat je een verhoogde bloeddruk dus niet hoeft te voelen. Dus dat je jarenlang kan rondlopen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zonder dat je dat weet. Toen ik 20 was, is mijn vader overleden aan hartfalen in zijn slaap. En hij was nog maar 49 jaar. In de avond, voordat hij overleed, heb ik hem nog omhelst en een kus gegeven. En gezegd dat ik van hem hield. En toen ben ik gegaan. Ik werd wakker van de telefoon van mijn vriend die ging. En eigenlijk toen ik wakker werd, toen wist ik eigenlijk meteen, dat is voor mij. Heb ik de telefoon opgenomen en toen zei mijn moeder, het is zover. Ik weet nog dat ik in de auto zat en dat ik een nummer van Sting hoorde. Every step you take. Dat lied kwam. Dat ik echt dacht, nou ja, het gaat over dat iemand overleden is. Of tenminste voor mij was, is dat nu in mijn hoofd in ieder geval zo. Ik was ook wel gewoon echt bang voor het leven, laat ik het zo zeggen. En bang dat ik dood zou gaan. Ik bedoel, bij elke... als ik ergens een soort, weet ik veel, last kreeg van mijn longen of voelde mijn hart overslaan, dan dacht ik, nou ja, daar gaat het. Daar is het. Ik ben klaar. Ik bedoel, het zal wel. Ik ga zo dood en dan dat is het. En nu ik ouder word, denk ik wel, ja, je hebt er wel invloed op. Want wat ik zelf ook niet wist, is dat je een verhoogde bloeddruk merk je helemaal niet. Dus je kan jaren rondlopen met een verhoogde bloeddruk en dus met een verhoogd risico op hartfalen, zonder dat je het weet. Ik zou heel erg graag willen dat mensen hun hart vaker checken. Ik bedoel, je krijgt ook om de 5 jaar krijgen vrouwen een uitstrijkje of je kan je borsten laten controleren. Waarom controleren we dan niet regelmatig ons hart? Want vanaf je 40ste heb je een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. En je kan heel makkelijk je bloeddruk laten meten. Dan heb je toch echt de kans dat je langer leeft.